Hallo, welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag bolletjes haken en deze zijn aan een sjaal gehaakt. We beginnen gewoon. Je kan er van alles mee. Het is wel heel leuk. Er is ook heel veel vraag naar geweest. Dus dit is de Julia bol met naald nummer 8. Ik heb hier een proeflapje gemaakt. En we gaan gewoon beginnen. Je begint altijd bij de derde losse, zeg maar, van een beginstokje. En we beginnen met 8 losse te haken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sla je draad om de naald en dan pak je de vierde steek vanaf de naald. Steek je in en je haalt hem door. En je haalt hem niet verder door. Dan sla je hem om en je pakt twee lusjes, zeg maar een half stokje. Sla je weer om, insteken, doorhalen en je pakt weer twee lusjes. Dit doe je zo 4 keer. Omhalen, insteken en je pakt weer twee lusjes. Omhalen, insteken en je pakt weer twee lusjes. Tot je de 5 hebt en dan sla je om en dan haal je de naald door alle lusjes. Dan zet je deze even goed vast met een vaste. Of goed vast, dadelijk ga je hier weer nog een bolletje maken. Dus je maakt weer twee lossen. Sla je weer om. Hierin moet je insteken om nog een bolletje te maken. Pak heel even een naald erbij, want het is even iets lastig omdat je een best grote haaknaald hebt. Maak ik even de opening iets makkelijker. Omslaan. Insteken, omhalen door de lus en weer twee lusjes. Omhalen, insteken, doorhalen, twee lusjes. Omhalen, insteken, doorhalen, twee lusjes. Tot je de 5 op de naald hebt. Omhalen, insteken, doorhalen, twee lusjes. Je hebt de 5. En dan haal je nog een keer om. En haal je het helemaal door alle lusjes heen. Dan steek je je naald, zeg maar, in het achterste lusje van het eerste bolletje. Ik heb nu het voorste lusje gepakt en nu pak je deze opening. Gewoon insteken en draad omhalen en door. Kijk, dan maak je dat bolletje een beetje dicht. Dan doe je weer 4 lossen. En je zet hem vast. Dan kijk ik eventjes waar ik het de eerste keer heb gedaan. Hoe je dat vastzet. Zeg maar in elke opening zet je hem vast. Wat je zelf eigenlijk het beste vindt op jouw werk. Dus ik zet hem even vast met een vaste, insteken, doorhalen en nog een keer op je eerste bolletje. We gaan er nog eentje doen. 8 lossen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Draad om de haaknaald. Vanaf de naald pak je de vierde. 1, 2, 3, 4. Steek je in. Haal je hem door. En dan maak je eigenlijk 4 halve stokjes in hetzelfde gaatje. 2, 3, 4. Dan heb je 5 lussen op je naald. Omhalen en door. En
deze zet je even weer vast. Dan zet je weer twee losse. En dan begin je weer omhalen. Je zet hem weer in die ene vaste. Haal je hem niet helemaal door. Hè. Je pakt weer vier halve stokjes. Omhalen, insteken, doorhalen. Twee lusjes. Omhalen, insteken, doorhalen. Twee lusjes. Dan heb je er vier. Omhalen. Insteken. Doorhalen. Twee lusjes heb je er vijf. Omhalen. Vijf lusjes. Kijk, dan heb je weer mooi twee bolletjes. En die zet je in dit achterste kaartje. Ik zal even inzoomen. Zet je die vast. Pak je hem gewoon met je naald erin. Omhalen en vastzetten. En je hebt weer een bolletje. En zo ga je verder. Doe je weer vier lossen nu. Om hem natuurlijk weer verder vast te zetten. Die bolletjes die krijg je straks nog. Die moet je een beetje tegen elkaar aan duwen. En we zetten hem weer vast. Met een halve vaste. En we hebben twee bolletjes. We gaan er nog eentje doen. Acht lossen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De vierde losse van de naald. Steek je in. Oh, eerst omhalen natuurlijk. Omhalen. Insteken. En je begint weer met een bolletje. Met vier halve stokjes. 1. 2. 3. 4. Als je er 5 op een naald hebt, trek je de draad erdoor. Die sluit je met een vaste en je doet twee lussen, lossen, steken en je begint eigenlijk weer nu met omhalen, in die halve vaste, insteken, doorhalen en je pakt weer vier halve stokjes. Je kan de video ook langzamer afdraaien. Als je meer filmpjes van mij wil, dan kan je abonneren hieronder, onder het filmpje.